Ik ben Marcia Smit, ben 20 jaar en ik studeer als leerling autospuiten. Het is gewoon apart, maar leuk. Dat was aan het eind van het VMBO. Dus net voordat ik mijn examen had. Dus eigenlijk iets te laat om nog een beroep te kunnen kiezen. Nou, toen heb ik me na de zomervakantie opgegeven voor een beroep. Dat was paard en houderij. Daar ben ik nog net binnen kunnen stromen. En toen heb ik dat gedaan, maar het was niet echt iets wat bij me paste. Twee jaar terug, toen begon ik echt te denken van nou, wat past nou wel bij mij? Ik ging wel naar school, ik had wel een opleiding, maar ik vond niet echt dat ik daarin thuis paste. Dus ik ben gaan denken van nou, wat wil ik? Ik was toen al bezig met brommers, fietsen, ja, eigenlijk van die kleine dingetjes van de praktijk. Toen dacht ik van, ik ga gewoon autospuiten worden. Ik vond het leuk om te doen, dus ik denk van nou, waarom ga ik niet naar school? Waarom ga ik geen werk nemen in dat beroep? Zo ben ik erachter gekomen van, nou, eigenlijk vind ik het leuk en ik ga het gewoon doen. Omdat ik niet stil kan zitten en dus echt van de praktijk ben. En daarom ga ik gewoon 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week naar school. Nou, je leert echt de theorie dus. Wat is het verschil tussen alle schuurpapieren, waar is het schuurpapier van gemaakt? Alles leer je eigenlijk daar wat je in je werk gebruikt. Mijn ouders die vonden het heel erg raar. Die zeiden van, ah, een mannenwereld is niks voor jou, moet je gewoon niet inkomen. Mijn vader die had wel wat van, nou, ja, als jij het wil, dan staan we gewoon achter je. En daarna mijn moeder ook. Ik heb al heel veel opleidingen gehad waarvan mensen zeiden van nou, dat is wel wat voor jou, ga er nou maar gewoon proberen. En ik denk van ja, ik ga niet meer luisteren naar wat voor beroep ze bij me vinden passen. Ja, het is gewoon belangrijk om vroegtijdig al de goede opleiding te vinden. Omdat je gewoon heel veel jaren weggooit. Dat is gewoon het belangrijkste.